ik weet niet hoe het duwen, maar dat er zo'n kop stijgt en dan zo'n kop eraf. En al dat bloed. Misschien is dat bloed zo gespitst. Zien in die pompbak. Ik heb pa. We zijn hier weg. Kijken we nog naar mij iets. Bommetje! Ah. Och, hier. Hier zitten we beneden bij de cellen. Hé, wacht hè. Halla! Hey, en welkom bij Belege Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we hem, schietspel. Laten we maar eens beginnen. Restoomp. En vanaf nu spelen we dit serie elke week ook. Want de andere serie heb ik verwijderd, de Pit ter Bed. Of zoiets. Die bleef bij hem. Allee, dat waar ik altijd mijn weg kwijt, dat bleef ik altijd. Wist ik op een deur mijn weg niet meer en. Ja, daar zat ik constant mee vast en dat was ook niet meer zo leuk om te spelen, dus heb ik die serie helemaal verwijderd op mijn kanaal, maar in de plaats van die serie komt deze serie in. Allee, in de plaats van de vorige serie komt deze serie in de plaats. Laten we maar beginnen. Oké, we zitten hier al in een gebied met watervallen. Douchen. Maar ik heb geen zee bij. Oké, we gaan deze al eens kapot maken. We slopen alles. Hier. Naar boven. Voilà. Maar nu, hier. Als je daar invalt, dan zijn we versnipperd. Oei. Ah, hierin. Oké. Oei, hier. Voilà, geen hond kan mij al niks meer doen. Stom mormel. In deze game toch? Ik heb zelf een huis hier als een hond. Maar ik haat honden in het spel. Want ik doe ze niet echt niet zo graag dood. Maar als het moet, moet het hè. Voilà. Maar naar waar moeten we eigenlijk gaan? Vogeltje, jij bent gevangen in een kooitje, zul jij hangen, we moeten terug. We zitten daar weer vast. Don't you, hè. En nu? Waar moet ik nu naartoe? Just op tijd. Voilà. Slag tegen de molen, stoemen hond. En nu? We gaan naar de T. Tenminste hebben we de E gehad, dan gaan we de T pakken. Oh, die heb je precies ook gehad. Ah, daar komen we van. Van de T komen we. Dus dan moeten we daar al niet naartoe. We hebben de E. En welke hebben we nog? We moeten toch ergens in de E zijn, ze. Oei, wacht. Zeg je E. Want hier moeten we ergens iets doen. Hier moeten we toch iets doen, maar wat, dat weet ik niet. Kunnen we die niet... Nee, kunnen die niet kapot slaan. Dan gaan we eens kijken dat we nergens vanaf dat buiten kunnen. Even rondkijken. We hebben de T nog en we hebben de F nog. Maar bij de F zit er ook zo'n ding bij. Zullen we de 6 pakken, hè? De G pakken, hè? Ja, gevonden. Hier een trap op. Woehoe. En nu? Waar zitten we nu? Oh nee. Shit.
Ah, fuck, die heeft me gezien. Shit. Dat wordt hier geen fluitje van de sensor, hè. Ik kom niet naar hier. Ik ga ongeveer dat hier komen, hè. Ik voel me hier niet veilig. Ik voel me niet veilig. Schuil hierachter. Snapper. Ah, just op tijd. Godverdomme. Ik heb hem afgeschieten hier. Ga toch weg. Zijn we weg? Nee, die staat daar nog altijd. Ga naar die kant. Kom aan. Hop, hop. Die is weer erachter. Dat zou show zijn. Ah, die komt terug. Godverdomme. Appetant rot en genijkel. Ja, ja, laat maar stoom maar. Rustig, kalm. Ja, 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 ja. Hopelijk is dat van een dier, hè. Ja, ja. Woehoe! Ja! Yes. We hebben de onnozele zak. Haha. Yes, en hè. Ga hier dan maar naar binnen, hè. Wacht, wat zit hier eigenlijk in? Oh, daar komt goed van pas. Hier zit ook iets in. Voilà, 125, 103. Ik kan dat niet tellen, want dat gaat weer af. Hallo. Hallo, waar moet ik naartoe? Is hier iemand? Om mij de weg te wijzen. Spijt dat ze hier geen pijlen zetten. Maar ik moet hier naar links, voor ik een GPS. Maar dat is ook kloot, sommige GPS's, hè. Die zei vorige keer ook, toen had ik een totterij was aan het leren nog. Nou, dat leer ik nog altijd, hè. Maar dan kwam mijn vast rijbewijs. Dat is weer iets anders. Was dat ook? Keer die om, oh hier. Keer om, waar die mogelijk. U mag niet die weg in. Ja. Die weg is afgesloten. Neem een andere route. En in de plek van de GPS te zeggen van... Hij weet dat? Dat er voor ons geen andere omleiding zorgt voor daar te komen. Nut. Toch langs die weg. Zoek dat zelf dan maar eens uit. Hier is precies een bras. Dat is ook appetantsel, hè. Kunnen we hier naar beneden? Ah! Maar zijn dan hier een bed staan? Want anders was het geen zachte landing. Amai, zeg. Wat waren dat voor beesten? Hier, de wc. Maar daar wil ik geen kak. Geen pisker of kaksje in doen, zal ik? Amai, zeg. Ik zal die poetsvrouw eens naar de voeten geven. Allee, als hier een poetsvrouw is, hè. Tenminste. Ik heb ze nog niet gezien, zo. Dag meneer, precies een gevangenis. Oké. We gaan hier eens een rondje van de zaak doen. Oei, wacht, verkeerd. Rondje van de zaak. Voilà. Je moet niet wenen, zullen. Oh. Holy shit. Van waar komt dat bloed? Ah, mijn man potten. Ook van die wc. Ah, dat is een cel. Dan zie ik dat ook. Amai, ik denk dat hier lang gezeten. Als jullie goesting hebben, je mag het van mij tellen, zo. Want dan zit ik nog lang aan zijn eigen pa. Ik denk dat ze hem zijn laatste stond gescheten, ik denk. Dat is echt zo... Ik weet niet hoe het duwen, dat dat door zo'n kop stijgt en dan zo'n kop eraf. En al dat bloed, misschien is dat bloed zo gespitst. Zien in die pommak, eike pa. We zijn hier weg. Kijken we nog naar mij iets. Pommetje! Ah. Och hier. Hier zitten we beneden bij de cellen. Hé, wacht hè. Halla! Hallo, hallo. Ja, meedoen hè.
gaan we hier maar eens in. Hey, oh. Ik er eerst. Voilà. Komt ervan. Ah, we hebben Wesley gevonden. Dat was die hier nog, hè? Voilà. En nu is even kijken. Naar waar gaan we nu naartoe? Ah, moeten die door die bus. Misschien dat we die stok bij de hand hebben, hè? Hier, spinnenkop. Spitsie bij een hele grote, dikke spin. Oké, we gaan eerst wachten totdat hij... Totdat hij een hond weg is. Voordat we hier opgegeten worden. Oké, en hier punnissen. Grapper, zo goed komt die hond terug. En van die waakhond wil ik hier geen bijt van hebben, zullen. Voilà, ze. Dan gaan we hier rustig naar boven gaan stellen. Op ons gemakje. Holy shit. Ik ga eens rustig kijken wat dat er was. Makkelijk hier weg zijn. Ja, sorry. Hallo. Nee. Shit. Ik zit vast. Hop. Kom aan, help naar boven. Help er vooruit die rotte stok. Pak ik krijgen. Shit, joh. Amai. Echt. Wow, waar? Hola, shit, ik zal... Nee. Fuck, man, hè. Oh. Oh. Oh, my shit, joh. Ik moet echt naar beneden viel. Dan waar ik het avondeten van je hond. Oh. Oef. Zijn we aan de not vanaf? Oh shit. Hoe zit die signalisatie dingetjes? We hebben wel een mes. Dus we gaan springen. En we... Voilà. Shit. Zijn we mij gehoord? Voilà. Oh man. Pak het eerst wapen. Maken dat we hier weg zijn. Dan moeten we dat wapen nog pakken krijgen. Kom, is je scheiter, ieper scheiter. Ieper liever bied of zoiets. Ik zeg zo maar iets, want ik kan geen... Ik kan geen Duits. Hey. Als dat al Duits was, want dat weet ik niet. Holy shit. Poeh. Hola. Ik zweet er al van. Nee, dat was Domino. We noemen met Domino. Oh. Hallo. Shit, nee. Ah, mij zeg. We zeggen we noemen met Domino of zo. Hallo. Voilà. Dit is de raam van de moeite. Die nog niet. Nu wel. Je moet eigenlijk echt rustig tactiekjes doen. Rustig op ons gemak. Yes. Ah, mijn tong nog beter. Lomp. Holy shit. Oh, dat is daar. Holy shit, vandaar komen ze ook al. Dan hebben die hier toch zicht op. Dus. Knallen met die ballen. Allee, met dat wapen. Hallo. Yes. Je weet je kan op de grond. Nee, een dier dan nog. Ja, dat is precies de dingen naartoe. Zo de moes gewoon. Hoor dat op sterren zo zeggen van. Ik zit hier, hè. Ik zit hier. Hey, manneke.
Dat is hij niet te doen, ja. Maar ik ga hem nog beneden vallen, want... Ik ga proberen langs die kant. Zo, tak ik. Eerst al die wapens die ik heb. En wat ligt er hier? Allemaal oppakken. Wat je krijgt, dat moet je aanpakken, hè. Ook soms zijn er die niet op aanpakt. Wat je krijgt. Oh, toch weer dat hoofd komt. Holy! Voilà, wat kwam er al? Niks vergoedigen, hè. Schieten voor uw leven hier al, precies altijd. Holy shit. Voilà, in de straat. Nee, ik ook. Kut. Nee. Oké, E. Tweede poging. Maar eerst de kust veilig maken voordat we hier het afronden. Voilà. We hebben er al één signalisatie, maar hoe geraken we nu door die andere? Die gaan naar ginder, hè. En daar staat er maar één, hè. Als we die gewoon kunnen... Om. Hallo. Voilà. Zo ver hebben we al. Die kan me hier toch niet zien, hè? Wel, als hem daar staat naar beneden kijkt. Maar ik hoop dat het niet zo slim is om dat te doen, hè. Hallo. Voilà. Die heeft iemand kunnen roepen. Oeh, shit. Oh. Oh, kut. Ik heb mij gezien. Kuthond. Zie je waarom dat kon haat in het spel? Verdorie, zeg. Kut, oh, die is rustig. Ik ga het killen. Ik blijf hier gewoon staan. Ik heb toch genoeg wapens voor heel het leger, nee. Maar het leger krijgt de wapens niet. Haha. Nou ja, kan ik hier knoestig op mijn gemak schieten. Maar hoe moeten die... Oh. Shit. Kut, hoe moet dat? Hoe doe ik dat nu weer? Ik ga de doksen. Ik had geen wapen. Het even wapen pakken, ja, daar profiteren ze van, hè. Verdomme. Oh, is die eerste pakken dat we er hier niet aan geraken? We gaan eerst rustig op ons gemakje. Oh, wat is die neer geknald? Heb ik nog niet gezien. Allee, om. Voilà, ga je mijn schietgat. Kom in het schietgat. Ja, maar daar is het schietgat. Nee, het midden. Yes. Oké, die was een effe. Effe. Wat doen we? Oh! Zijn dat deze staan? Van waar kwam die dan eens? Zie je nu ook, want ik zat eraan. Ik kwam ineens in mijn ooghoek. Oh, maar goed dat ik hem gezien had. Of ik kwam er weer aan.
Nee, position. Nee. Ah. Haha. Even wachten, dan spits ik hier weer aan. Ik heb nog 3 kogels. Voilà. Dat was recht door wat kop. Kom maar. Ik ga hier even op achter schuilen. Shit man. Voilà, dit is er ook aan. Ik dacht dat ze er allemaal aan waren. Maar blijkbaar niet. Holy shit. Holy shit. Nee. Nee, niet granaten. Nee. Wat kan ik hier weg zijn? Voordat ik een granaat tegen mijn appel krijg. Ga ik maar 1 keer voor en is dat... dan ben ik knock-out. Man. Yes! Ook aan. Jij zit daarin verstopt. En dat is genoeg dat ik u gezien heb. Hola. Voilà. Voilà. En dat ga ik hinder. Heb ik ze nu niet allemaal? Nee ja. Maar ik ga hier wel al die wapens pakken. Hoeveelste meer wapens, hoeveelste meer vreugd dat we kunnen hebben hier. In dat spel. Schiet en niet tegen dat schiettang, hè, want als je tegen het hart tegen schiet, hè, dan vlieg ik ook in de lucht. En dan zijn ik ook niet, ja, dan zijn ik er ook aan. En dat is niet zo handig. Wat is dat getuut de hele tijd? Tuut. Voilà. Woehoe. Hebben jullie de kust veilig gemaakt? Nee, ja. Dat niet, denk ik. Nu gaan we deze eens ontgrendelen. Voilà, ze. Enter Wolfenstein Capit. Oké. Okay. Even kijken, hè. Priston. We zitten hier, denk ik, nu. Bij die boot. Oké. Okay. Maar de rest... van de game is voor de volgende keer. Ik hoop dat jullie er van genoten hebben. Laat alvast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En dan zeg ik tot in de volgende Sheet of Horror game. Dag.